We zijn vandaag op de Vlaardingenlaan, nummer 5, op de locatie van Enforsa van Ambulante Zorg. En wij gaan jou eens wat vertellen over het onderzoekswerk wat wij hier doen. Het werk is vooral leuk omdat we heel veel afwisseling hebben. Dus de ene dag ben je bezig met psychologische behandelingen en draag je echt bij aan de zorg. En andere dagen ben je veel bezig met lezen en literatuur verzamelen over je onderwerp. Maar ook vooral de dataverzameling begeleiden. Want we hebben altijd een aantal masterstudenten die ons daarbij helpen. En langs gaan bij de cliënten om data te verzamelen. Dus dan werk je daarmee samen. Dus het is een hele leuke afwisseling van praktijk en onderzoek. Ik heb voor dit werk gekozen vooral vanwege die afwisseling tussen onderzoek doen en praktijkwerk. Ik vind beide leuk. En deze functie die brengt die beide gewoon heel goed bij elkaar. Dus, het is nooit saai. In de praktijk is het heel fijn om direct meer op microniveau zeg maar, met mensen te werken en te werken aan herstel. Maar met onderzoek probeer je eigenlijk een beetje nog op een groter niveau iets te veranderen en bij te dragen aan betere zorg in het algemeen. Door te kijken naar welke interventies in de praktijk misschien nog veelbelovend kunnen zijn. De opleiding die je nodig hebt om dit werk te mogen doen is een wetenschappelijke opleiding. Dus dat hoeft niet een heel specifieke richting te zijn, hoewel het natuurlijk wel fijn is als je al kennis hebt van de forensische doelgroep. Zelf heb ik forensische psychologie gestudeerd en ook neuropsychologie. Dus dat is een mooie combi voor mijn onderzoeksproject geweest. Voor het praktijkwerk, als je dat wil combineren zoals wij dat hier bij Enforsa doen, dan is het natuurlijk handig dat je een opleiding doet, zoals psychologie of pedagogiek, die jou ook in staat stelt om met cliënten te werken. Wat ik belangrijk vind is dat wetenschappelijk onderzoek echt in de praktijk wordt uitgevoerd, waar je uiteindelijk ook zeg maar, met die interventie aan de slag wil. Want heel veel wetenschappelijk onderzoek wordt aan de universiteit, bijvoorbeeld onder studenten uitgevoerd, terwijl ja, dat is echt niet de doelgroep waar we hierbij in Enforsa mee werken. Dus dat vind ik heel belangrijk en ben ik ook heel blij mee dat wij in Enforsa doen, hoe lastig het ook is, maar dat we nieuwe interventies hier waar het gebeurt onderzoeken. We zijn nu bij Enforsa en daar richt ik mij vooral op het onderzoek. En de meeste dagen die verlopen staan nu nog in het teken van de dataverzameling. Dus dat is een uitdagende fase in het onderzoek. Waarbij we met een team van masterstudenten op huisbezoeken gaan of mensen hier uitnodigen en zoveel mogelijk aansluiten bij de afspraken die al lopen in de behandeling om cliënten te vragen wat ze van de interventie vinden en hoe het met hen gaat. Daar gaat heel veel tijd in zitten, dus daar zijn we op dit moment het meest mee bezig. En daarnaast komt natuurlijk de data, voorzichtig zijn we al bezig met het analyseren van de data. Dus dan ben je veel op de computer met cijfertjes bezig en uiteindelijk probeer die te interpreteren en te koppelen aan eerdere literatuur. Mijn werkdagen gezien zijn ook afwisselend en focussen zich ook wel op het begeleiden van de stagiairs bij de dataverzameling en nu ook steeds meer op het schrijven van artikelen op het analyseren van data. Dus het zijn wel langzamerhand zijn het wat meer datadagen aan het worden. En onze anekdotes, leuke anekdotes, komen dan ook wel vooral uit de tijd dat wij zelf er nog op uitgingen om data te verzamelen. Want dat vergeet ik nooit meer. Die keer dat wij eindelijk iemand te pakken hadden om vragenlijsten af te nemen. Wij er naartoe. Hij was thuis, deze persoon. We deden de deur werd voor ons opengegaan, maar we konden eigenlijk, de kamer stond helemaal blauw van de rook. In onderzoeksland, als je onderzoek doet in een forensische setting, dan ben je gewoon blij met een show en dan ga je gewoon voor de data. Op zo'n moment. Dus wij hebben vrij lang in die kamer gezeten. En een testbatterij van ongeveer een uur afgenomen. Hoe lang hebben we daarover gedaan?
ik weet het niet eens meer, maar na afloop echt alles stonk. En, ja. Maar goed, het geeft wel aan hoe ver ja, we eigenlijk gaan om onze data binnen te halen. Want we wel hebben gemerkt, we moeten echt op cliënten af. Dus dat, ja, dat betekent ook heel veel fietstochtjes door heel Amsterdam, ook voor niks. Of bezoekjes aan de PI als iemand daar op dat moment zit. Dus ja, dat maakt het wel een hele leuke periode waar we veel hebben meegemaakt. Ja.